Winston Jessen, de voorzitter van DA91, hoopt dat president Bouterse een beloftezegen waar zal maken. En dat is een tramverbinding tussen Paramaribo en Sanderij. Hij zei dat gisteren tijdens de feestvergadering van de NPS. Jessen gaf aan dat de NPS nog nooit twee zittingstermijnen in de oppositiebanken heeft gezeten. We hebben gezien in de geschiedenis van de NPS, voor zover ik het kon natrekken, dat de NPS nooit twee zittingsperioden achter elkaar in de oppositie heeft gezeten. Nooit twee keer. Verbreekt u deze traditie niet. Het is een taak die u meekrijgt uit de historie van de NPS. U moet regeerverantwoordelijkheid gaan dragen na 2015 met de combinatie die u zeker zal ondersteunen op de moeilijke wegen en het moeilijke pad dat we zullen betreden. Ik moet toch iets van het hart nu ik hier sta, en dat is richting voorzitter van de BEP. Ik ben blij dat hij vanavond hier gesproken heeft en zo gesproken heeft. Ik heb 15 jaar lang intensief samengewerkt met de BEP in de partij DA91 met de BEP. Onze wegen hebben zich gescheiden voor korte duur. Ik ben blij dat we weer één richting kunnen opkijken met dezelfde doelen. Ik hoop met dezelfde combinatie. Het is een opgave natuurlijk en een verantwoordelijkheid die niet 1, 2, 3 bevestigd kan worden, maar ik hoop dat het ervan komt dat we weer samen kunnen optrekken. We zitten in een hele moeilijke, bewogen tijd. Ons land wordt ten schande gezet. Onze burgers die worden verarmd. Suriname is een onveilig land geworden, maar bovendien ook nog een onzeker land. Investeerders hebben een probleem, want als ze de volgende dag opstaan, horen ze plotseling dat er maatregelen genomen worden om het expansief beleid te kunnen financieren, worden er maatregelen genomen zoals afschaffing van de ontheffing van de importheffing op bedrijfsmiddelen. Dit heeft ernstige gevolgen voor ons productiemechanisme. Maar elke dag wanneer we opstaan, eigenlijk ben je zelfs bang om 's avonds te gaan slapen, want je weet niet wat de dag daarop zal brengen en waarmee je op zal staan. Het is een moeilijke tijd. En het is aan ons de taak, en met name vandaag op de jaren van de NPS, zeg ik het tegen de NPS, het is de taak die ons meegegeven wordt, opgedragen wordt dit volk, om schoonschip te maken in 2015. Schoonschip, want we willen af van deze bestuurders. Het is mooi geweest. Van alle beloftes, van alle beloftes en beleidsuitgangspunten hebben ze niets anders gerealiseerd dan beleid dat al voorbereid was door de vorige regering. En dan met veel moeite, als ze het kunnen afronden. Ik hoop dat ze één belofte kunnen waarmaken. En dat is die tramverbinding. En ik hoop dat die tram zal lopen tot Sanderij. Want die zullen ze nodig hebben om te vertrekken in 2015. Dames en heren. Ik hoop dat na het feest van gisteravond hier in Groenjari, dat ook de jongeren wakker geschud zijn. Ze hebben de jongeren in 2010 gebruikt om een stemmenwinst te behalen, om zetelwinst te behalen. En nu mikken ze zich, of richten ze zich, op de nieuwkomers, de first voters. Want ze rekenen al niet meer op die jongeren die gestemd hebben in 2010. Want die hebben ze al door. Dus nu gaan ze een fase verder. Maar het is onze taak, de taak van de Nieuwfront partijen,
eventueel aangevuld om de mensen bewust te maken, zodat we in 2015 in ieder geval een regering kunnen krijgen waar we respect voor hebben. Een integere regering waar we een voorbeeld aan kunnen stellen. En zeker voor de jongeren.